Hi, vandaag spreek ik een van de meest interessante sprekers van Café Weltschmerz. Onder andere omdat we in dezelfde onderwerpen geïnteresseerd zijn. Dat is hoogleraar Paul Cliteur. We gaan het hebben over zijn essay, over het verbieden van antidemocratische organisaties. En over de inhoud van zijn video's bij Weltschmerz. Veel kijkplezier. Normaal vraag ik mijn gasten of ze zich willen voorstellen, maar dat hoeft denk ik niet bij u. Ja, dank u wel dat u wilde komen vanavond en tijd voor mij vrij heeft gemaakt. Ja, ik ben stiekem gewoon fan van alles wat u zegt en schrijft. Ik herken me heel erg in dat hardcore secularisme dat ik bij u wel zie. En uw kritiek op antidemocratische organisaties, dat is ook iets wat ik deel. En misschien ook wel de naïeve islamofiele houding in het publieke debat, waar u ook wel eens kritiek op geeft en bij grote mediaredacties. Maar ik heb toch hard mijn best gedaan om kritische vragen te bedenken. Ik heb uw filmpjes bekeken als voorbereiding op dit gesprek en uw essay gelezen. Op basis daarvan heb ik een vragenlijst gemaakt. Dat is hoe ik te werk ga met vragenlijsten. Dat is iets anders dan mooi. Dat u uw gesprekken voert, maar ik heb wel mijn blaadjes nog nodig. Ja, zoals ik al zei, ik zie u als een ware seculier denker, maar ik heb de laatste tijd het idee, en ik weet niet hoe u dat ziet, dat mede door de opkomst van de islam, dat er ook een groep is die weer teruggrijpt naar het christendom. Ik heb ook conservatieve vrienden die uit Vlaanderen en uit Nederland, die ineens Peterson-fans zijn en biblical lectures luisteren en weer bezig zijn met de herwaardering van christelijke waarden, zoals zij die noemen. En die nemen een soort nieuwe conservatieve identiteit aan. Dan vind ik een interessante ontwikkeling. Ik volg dat ook wel. Ik zelf begrijp het niet zo goed. Ik ben daar denk ik iets te atheïstisch voor. Ik denk, het is een beetje zweverig. Maar hoe ziet u die ontwikkeling? Vindt u dat een positieve ontwikkeling? Hoe kijkt u daarnaar? Ik moet zeggen dat... Ik ben erg... Altijd bezig geweest de afgelopen jaren met de vraag hoe kunnen mensen van verschillende achtergrond, culturele achtergrond, religieuze achtergrond, toch met elkaar samenleven binnen het kader van wat we dan noemen de democratische rechtsstaat. En dan denk ik dat het secularisme of het streven om die staat zo religieus neutraal mogelijk te maken, dat een goed uitgangspunt is. Mm-hmm. En volgens mij is dat secularisme iets wat mensen van zeer veel verschillende achtergrond toch met elkaar kunnen delen. Je kan moslim zijn en jood en christen en humanist. Maar allemaal die seculiere staat hoog houden, omdat die staat zich neutraal opstelt, religieus neutraal opstelt, ten opzichte van eigenlijk alle Nederlandse staatsburgers. Dus ik denk dat het secularisme wel een heel belangrijk ideaal is. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de mensen die zich dus sterk nu aan het profileren zijn ook als christelijk of als cultuurchristelijk, of die heel erg bezig zijn met de invloed die het christendom zou hebben gehad op de hedendaagse cultuur. Ze mogen van mij hun gang gaan, maar het blijft zo dat de religieus neutrale staat, dat is voor mij wel het enige wat we kunnen delen. Ja. U denkt niet dat het secularisme daardoor in gevaar komt of wat dan ook? Nou ja, dat zou in het gevaar kunnen komen op het moment dus dat of het nou christenen zijn, of het zijn moslims, of het zijn joden. Op het moment dus dat een van de religieuze groepen, dat hij de staat gaat claimen en dat hij dus zegt, nou, we moeten eigenlijk een christelijke staat hebben, of een islamitische staat moeten we hebben, of we moeten een joodse staat hebben, of een hindoeïstische staat, of een boeddhistische staat. Dat je dan in feite altijd in de problemen gaat komen. Ja, in uw gesprek met Floris van den Berg zegt u dat u vindt dat ambtenaren, maar ook docenten volgens u niet religieus of ideologisch geoormerkt moeten zijn. U bent ook tegen confessioneel onderwijs. Maar je hoort wel vaker van mensen, ja, we moeten wel de islamitische hoofddoeken verbieden, maar niet de christelijke kruisketting of habijt of joodse keppel. En ook niet de scholen daarvan. Dat zei bijvoorbeeld Sam van Rooij, die was met u in gesprek. En die zei, we moeten niet het kind met het badwater weggooien. Dat vond ik wel interessant, want dat hoor ik wel vaker. Ja. En het gebeurt ook al in bepaalde Duitse deelstaten en in Zweden, dat wel die hoofddoek wordt verboden, maar niet de keppel.
Ja, dit leidt ertoe dat moslims natuurlijk het gevoel hebben dat er een soort speciale hetze tegen ze is. Ja. Een beetje wat de PVV ook doet, van de islam zou geen religie zijn, maar een ideologie. Mm-hmm. Hoe bent u ook van mening dat we onderscheid moeten maken tussen die drie abrahamitische religies en hun uitingen? En hun scholen en ja, hun religieuze symbolen? Of... Nou, ik ben eigenlijk een groot bewonderaar van deze mevrouw. Dat is Jeannette Bougrab. En dat is de vrouw of de vriendin van Sharp, van Stéphane Charbonnier. En dat is die Charbonnier, dat was moet ik zeggen, want hij is vermoord. Dat is de hoofdredacteur van Charlie Hebdo, die in januari 2015 geliquideerd is, eigenlijk door jihadisten. En zij, deze Bougrab, die was hoogleraar aan een Franse universiteit. En die is een verdediger van de laïcité, van de Franse religieus neutrale staat. Mm-hmm. En die Fransen die gaan er dus vanuit dat het beste staatsmodel, dus een religieus neutrale staat. Maar je kan ook het beste die scholen zoveel mogelijk religieus neutraal houden. Dus daar kunnen allerlei leerlingen op zitten van allerlei confessionele achtergrond. Maar de onderwijsinstelling zelf die moet zoveel mogelijk religieus neutraal zijn. En daar gaan ze in Frankrijk ook nog een stukje verder mee dan in Nederland. Ze zeggen dus ook dat ook die leerlingen, die mogen ook daar niet, wat ik dan maar even noem, religieus geoormerkt rondlopen. Dus ja. Niet met sluiers om. Dit boek heet ook dus een brief aan de vrouwen, aan gesluierde vrouwen en diegenen die sluiering hoog houden. Bougrab. En dus je mag geen opzichtige religieuze kleding dragen. En de hoofddoek valt daaronder. Natuurlijk helemaal de niqab of de burka, dat is helemaal uit. Maar ook de hoofddoek is dat al zo. Maar ook geen hele opzichtige christelijke symbolen. Dus niet enorme kruisen en ook geen keppeltjes trouwens. En dat is eigenlijk de beste manier om met elkaar in vrede samen te leven. Okay, en dus... dat vind ik op zichzelf een goed systeem. Dus ik zou zeggen, als je de hoofddoek wil verbieden op zo'n school, ja, dan moet je ook de tekenen van andere godsdiensten zou je ook moeten verbieden. Wil niet zeggen dat je niet een heel klein kruisje dus hier zo ergens om... Je hoeft er niet al te krampachtig mee om te gaan. Ja. Maar wat de Fransen dus noemen, signe ostentatoire, hè, dus als het echt om iets heel erg duidelijk zichtbaars gaat, dan kan je dat beter niet doen. Dus u bent van mening dat ook christelijke scholen, dat als we artikel 23 afschaffen, dat die ook niet meer gefinancierd worden? Nou ja, kijk, ik vind dat artikel 23, daar heb ik op zichzelf nog niet zo'n moeite mee. En ik begrijp ook best wel dat er, ik heb ook niet zo, je kan ook christelijk onderwijs nog houden en je kan ook wel islamitisch onderwijs kan je houden. Maar je moet wel proberen, vind ik, op al die scholen, zowel in het openbaar onderwijs als ook in het confessionele onderwijs, met een soort van burgerschaps... onderwijs. Je moet mensen wel voorbereiden op leven in een pluriforme samenleving. Mm-hmm. Dus je moet wel echt ook een aantal basiswaarden van de democratie en de rechtsstaat, sommige mensenrechten, niet allemaal, maar wel sommige mensenrechten, die moet je wel hoog houden. Als je dat niet doet, dan komt eigenlijk helemaal het fundament aan de samenleving komt te ontvallen. En hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld islamitische scholen dat echt doen? Door onderwijsinspecties. Dus de onderwijsinspectie moet daarop toezien dat die kinderen niet te zeer geïndoctrineerd worden met islamitische waarden die wellicht op een gegeven moment in strijd kunnen komen met de waarden van de grondwet en de waarden van de democratische rechtsstaat. Dus om maar iets te noemen. Kijk, deze Bougrab, die is haar vriend en levensgezel is er verloren omdat ze daar in Charlie Hebdo tekeningetjes maakten van de profeet Mohammed, cartoons. Jihadisten zeggen dan, ja, dat kan niet volgens ons geloof, dus we liquideren zo'n hele redactie. En dat is natuurlijk, met dat soort mensen in je samenleving is een normale geordende samenleving niet mogelijk. Ja, in uw gesprek met Floris van den Berg wederom hadden jullie het over dat de secularisering nog niet ver genoeg was in Nederland. Want je hebt nog steeds legale jongensbesnijdenis, onverdoofd slachten en staatsgefinancierde indoctrinatiescholen.
Ik heb toevallig Dennis Honing daarover gesproken en hij constateerde dat als je de moslimidentiteit nog verder onderdrukt, dat als je ook hun vlees afpakt en hun scholen en die hoofddoeken en hun gebedsoproep, weet je wel, en de minaretten, dat je juist te maken krijgt met radicalisering. Hij zei ook van, ja, kijk maar naar Frankrijk, het is geen toeval dat radicalisering vooral daar is. Daar zijn ze streng seculier. En hier zijn we wat oikofober, wat toleranter. Op zich deel ik die mening wel, want ook als ik kijk naar Turkije, Iran, Egypte, Algerije, dat zijn alle vier landen waar er harde secularisering was. En dat heeft bij alle vier geleid tot een backlash. Ik heb ook het idee dat als je de moslim, ja, je islamitische identiteit wordt dan een soort identiteit van revolte tegen de seculiere dictatuur. Ja. Dat zie je wel terug bij moslims, dat is wel een patroon. Ik merk ook vaak als ik Erdogan-aanhangers spreek, dan zeggen ze ja, maar door Erdogan mogen we wel weer die hoofddoek dragen op de universiteiten. Mm. Dat hoor ik echt van 99% van die mensen. Dan denk ik, oh ja, dat is dus wel belangrijk voor die mensen. Yeah. Ja, hoe ziet u dat? Denkt u dat verdere secularisering leidt tot meer radicalisering? Of moeten we daar ons überhaupt iets van aantrekken als dat al zo zou zijn? Nou ja, het zijn verschillende dingen die je daar allemaal noemt. Hè? Dus ja. Vrouwenbesnijdenis, jongensbesnijdenis. Dat is sowieso niet legaal, ja. Nee, jongensbesnijdenis is wel legaal. Dan dragen van hoofddoeken op scholen. Ik vind het allemaal een beetje verschillend. In zijn algemeenheid denk ik wel dat Dennis een punt heeft. Je moet geen onmogelijke eisen aan mensen gaan stellen. En ik zou dus zelf ook geneigd zijn om te denken, nou ja, als vrouwen kiezen voor een hoofddoek op een bepaalde leeftijd. Misschien, ik vind het altijd naar als ze al op 5, 6, 7 jaar al met hoofddoekjes naar school worden gestuurd. Maar als ze op een bepaalde leeftijd kiezen voor zo'n hoofddoek, ik ben er niet blij mee. Maar ook op scholen en zo. Hè? Daar is vooral In Frankrijk is het tot en met de middelbare school mag je het niet dragen. Maar als je naar de universiteit gaat, dan word je geacht dus zelf je keuzes te kunnen maken. En daar kan je wel met een hoofddoek rondlopen. Maar ik ben er ook niet blij mee. Ik zou het heel jammer vinden. Zoals je weet, we zitten allebei aan een universiteit. Jij studeert aan de Vrije Universiteit. Ik geef les aan de Universiteit van Leiden. Ik zou het jammer vinden als er een moment gaat komen aan de universiteit waarop de helft van de zaal zit in blauwe kleding, de andere helft in groene kleding, weer een kleine groep die zit in rode kleding. Wanneer we allemaal, als het ware, helemaal, je zou kunnen zeggen vestimentair, gesegregeerd door het leven gaan. Dat zou ik jammer vinden. We hebben dat overigens wel een tijdje even gehad aan de Universiteit van Leiden, maar dat had te maken met studentenorganisaties. Dus dan zat er een bepaalde groep van een bepaalde studentengroep, die zaten allemaal met een bepaald keycord, en dat zat dan helemaal zo en één groep bij één en de anderen. Dat vind ik jammer. Eigenlijk het leuke is dat je niet al van tevoren aan iemands kleding kan zien waar die staat. Hè, ja. Dat er nog iets is van, iets van verrassing in het leven zit. Dus dat zou mijn houding zijn ten opzichte van die kleding. Maar u bent er wel nog steeds van mening dat we die verdere secularisering in moeten zetten. Dus ik geloof wel. Jongensbesnijdenis, geen onverhoofd slachten. Ik moet zeggen, dat verschillende dingen. Ik ben het niet met Floris van den Berg eens dat die vrouwenbesnijdenis precies hetzelfde is als die jongensbesnijdenis. Die vrouwenbesnijdenis gaat wel wat verder. Dat kan het volledig verminken van vrouwen en het onmogelijk maken van de seksuele beleving kan dat tot gevolg hebben. Dat is wel iets anders dan jongensbesnijdenis. Dus je bent niet zozeer voor een verbod daarop? Nou, ik zou het fijn vinden wanneer er een beetje een dialogisch antwoord, maar ik zou het fijn vinden wanneer dat op een gegeven moment op zou houden. En volgens mij is het ook in de Joodse gemeenschap wel zo dat men daar ook zo langzamerhand ook wel een beetje moeite mee begint te krijgen met die besnijdenis.
Maar het zou mooi zijn als er op een gegeven moment er ook een facet tegen zou komen vanuit de Joodse gemeenschap zelf, denk ik, tegen die jongetjesbesnijdenis. Oké, dus dat wilt u niet opleggen? Dat moet vanzelf. Nee, het zou fijn zijn als er geleidelijk aan in de groep zelf daar een zekere onvrede mee zou komen. Maar, er zijn ook dingen waarvan ik zeg, nee, daar moet je echt de streep in het zand trekken. Bijvoorbeeld, kijk, die dialogische instellingen even, die we even aan Dennis Honing ophangen. Kijk, als je dat ten aanzien ook van de cartoons zou gaan praktiseren, ja, dan ben je weg. Dan zou je dus in moeten zeggen, ja, moslims vinden het nou eenmaal een beetje vervelend dat die profeet Mohammed in een cartoon wordt afgebeeld. Dus ja, laten we dat dan ook maar niet doen. Dan krijg je een situatie van volkomen ongelijkheid. Dan zou je dus wel cartoons kunnen maken van Jezus Christus en van Boeddha, maar niet meer van de profeet Mohammed. Dan krijg je volkomen rechtsongelijkheid. Dat is echt onaanvaardbaar. Ja, ik heb uw essay gelezen. Even kijken, herbeziening op wettelijk kader ter bestrijding van antidemocratische bewegingen is nodig, is de titel. U zegt in uw essay, we hebben een nieuwe situatie waarin de wereld zich bevindt en die met zich meebrengt dat ons oude wettelijke kader niet langer geheel adequate instrumenten biedt voor een specifieke nieuwe uitdaging. En daarmee bedoelt u denk ik vooral het islamisme. Maar er was een passage die ik niet helemaal begreep. Er stond: de preoccupatie met censuur dateert uit een andere tijd. Een tijd namelijk waarin de dreiging voornamelijk kwam vanuit de nationale samenleving. In die tijd kon men degene die zich beroept op de vrijheid van godsdienst, of op de vrijheid van meningsuiting, of op de vrijheid van vereniging en vergadering, eerst zijn omstreden uitspraken laten doen en deze vervolgens voor het gerecht brengen. Maar we hebben nu te maken met vertegenwoordigers van on- en antidemocratische regimes. Ja, ik vroeg mij af, hoezo kon je vroeger deze mensen met omstreden uitspraken voor het gerecht brengen en nu niet meer? Dat begreep ik niet helemaal. Heeft u daar concrete voorbeelden van? Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat gaat eigenlijk over het thema van dit boekje. Dat gaat over hoe je om zou moeten gaan met antidemocratische partijen. Hoe je zou om moeten gaan met de geweldsdreiging waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden als het gaat om die cartoons. Maar ja, het gaat eigenlijk ook om romans, over alles waar de jihadisten, de vertegenwoordiger van de politieke islam, een hekel aan hebben. En dat is begonnen in 1989 eigenlijk met de fatwa over Salman Rushdie. Ja. In 1989 schreef Salman Rushdie, die schreef een boek, The Satanic Verses. En daarin wordt ook de vroege geschiedenis van de islam, wordt satirisch behandeld. En dan is er iemand in Iran, de geestelijke leider van Iran op dat moment, Ayatollah Khomeini. En die zegt: dat is zo onaanvaardbaar dat in dat boek gebeurt. En ook al bevindt deze schrijver zich in een heel ander werelddeel, een heel ander land, dan toch moet hij dood en ik spreek nu het doodsvonnis uit. Ja. En dat heeft de wereldgemeenschap voor een hele nieuwe uitdaging gesteld, waarmee we tot op de dag van vandaag te maken hebben. En wat we niet hebben opgelost. Het is een onopgelost probleem. Onze politieke leiders hebben dat niet op kunnen lossen. Margaret Thatcher, die toen dus de premier van Engeland was, heeft het niet op kunnen lossen. Merkel heeft het niet op kunnen lossen. Macron heeft het niet op kunnen lossen. Rutte heeft het niet op kunnen lossen. Niemand heeft het op kunnen lossen. En dat soort aanslagen, die vinden met enige regelmaat, vinden die plaats. En dat zijn in feite dus aanslagen die er op schrijvers, cartoonisten, worden gepleegd. En die worden of met de dood bedreigd, of ze worden zelf omgebracht. Ja. Rushdie leeft nog, maar Theo van Gogh in Nederland, die is in 2004, is die eigenlijk ook vermoord door een jihadist. Ja, dat is onaanvaardbaar, want het wil in feite zeggen dat de Nederlandse grondwet, of liever gezegd artikel 7 van de Nederlandse grondwet, gewoon buiten werking wordt gesteld door terroristen. Mm-hmm. En ja, dat kan niet. En vroeger was de dreiging vooral uit de nationale samenleving? Ja, maar tegenwoordig dus vanuit, je zou kunnen zeggen, jihadistische netwerken. Vanuit de Islamitische Staat of vanuit Al-Qaeda. Of vanuit geradicaliseerde individuen die uit Somalië komen. Vorig jaar is er nog iemand veroordeeld. Dat krijgt weinig aandacht in de pers. Maar er is een zekere Unite E. Die is veroordeeld omdat hij uit Pakistan was gekomen.
dat is vorig jaar, 2019, mm-hmm. uit Pakistan is gekomen om hier in Nederland Geert Wilders te gaan vermoorden. Vanwege het feit dat hij Geert Wilders van plan was om een cartoonwedstrijd te organiseren. Heeft hij overigens niet gedaan uit veiligheidsoverwegingen uiteindelijk. Maar deze Unite is uit Pakistan gekomen om Wilders te vermoorden. Dat is niet gelukt. Hij is opgepakt van tevoren, want de veiligheidsdiensten die hadden hem dus in het vizier. En die is tot 10 jaar... gevangenisstraf is die veroordeeld in Nederland. Nou, ja. Dat is zo'n gevaar dat vanuit Pakistan dus komt naar Nederland. En waar overigens Pakistan ook dan nog een keer een hele slechte rol in speelt. Want ook in Pakistan staan allerlei mensen die tot dat vermoorden van deze Wilders oproepen. En of die dat gedogen, of die het niet zo'n slecht idee vinden. Of mensen die zeggen, ja, zo'n cartoonwedstrijd, dat kan toch ook eigenlijk niet. Nou ja, dat is het gevaar van buiten. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel duidelijk vertegenwoordigers van buiten inderdaad. Ja. Maar wat doen we met de interne dreiging? Daar ging het niet, want die beroepen zich natuurlijk ook op. Van godsdienst, vergadering, vereniging. Nou ja, dat is Mohamed Bouyeri uit 2004. Die was gewoon geboren en getogen in Nederland. En die komt dus helemaal niet uit het buitenland. Je zou kunnen zeggen, ja, de ideologie komt wel uit het buitenland. Want het islamisme is niet, komt niet spontaan uit Nederland. Dat is meer iets dat uit de oliestaten komt, uit het Midden-Oosten komt, uit Afghanistan, Saoedi-Arabië, maar ook dus Pakistan. Dus de ideologie komt wel van buiten, maar in deze tijd waarin mensen kennis kunnen nemen van ideologieën, ook in andere delen van het wereld, vindt dat ook aanhang in Nederland. En daarmee wordt het in feite ook een bedreiging vanuit Nederland. En dat is wat moeilijker op te lossen, denk ik. Of ja, hoe moeten we dat... Nou ja, dan komen we weer op die scholen. Op dit moment wordt er in de Tweede Kamer wordt er een hoorzitting gehouden. En dat gaat over de financiering van van moskeeën vanuit het buitenland. En dan komen er dus terrorisme-deskundigen komen er aan het woord. Er is dus nu afgelopen maandag een zekere Ronald Sandé is aan het woord. Gewoon een terrorisme-deskundige. Die dan bevraagd wordt op waar komt die financiering nou allemaal vandaan van die moskeeën. Die dus nu in een radicale richting uitgaan. Nou, dat komt dan soms uit Saoedi-Arabië, tegenwoordig ietsje weer minder. Qatar is een land, Turkije wordt ook genoemd. Daar zal je als Nederlandse wetgever, zal je daarmee moeten hebben te verstaan. Je moet iets doen. Gaan we die financiering onmogelijk maken? Gaan we die moskeeën verbieden? Gaan we toezicht houden op die moskeeën? Nou, dat zijn zo allemaal van die maatregelen waar je aan moet gaan denken. Oké. Ja, nog een passage uit uw essay. Het punt is namelijk helemaal niet of deze mensen iets onaardigs, kwetsends, beledigends of discriminerends gaan zeggen over homo's, vrouwen, atheïsten of apostaten. Natuurlijk doen ze dat. Dat is hun core business. De centrale vraag is of zij komen om de Nederlandse democratie te ondermijnen. En iedereen die ook maar iets weet van de wereldbeschouwing van deze mensen, islamisme, weet dat dit het geval is. Deze predikers hebben de diepe overtuiging dat een democratie een inferieur systeem is aan een theocratie. En de democratie moet dus omver worden gegooid. Als ik u goed begrijp, zegt u, nou, het punt is dus niet dat ze allemaal discriminerende dingen zeggen. Dat vindt u niet zo problematisch. Maar het punt is dus, het wordt pas een probleem als ze echt zeggen van, de democratie is een slecht systeem. Maar waar stelt u de grens? Dat ze ook echt zeggen van, nou, het is een slecht systeem, dus we moeten actief dat omver gooien. Of dat ze ook alleen de mening hebben van, nou, het is een slecht systeem en een theocratie is beter. Wat moet dat ook strafrechtelijk vervolgd worden volgens u? Nou ja, dat zijn hele interessante vragen die je daar stelt. Kijk, wat ik probeer te doen is het volgende. Ik probeer eigenlijk in die wat lange, en nu vind ik zelf ook wel erg ingewikkelde zin, probeer ik te zeggen dat je moet niet te lange tenen hebben. Hè, dus als mensen zeggen, nou, ik ben nog niet toe aan LGBTQ hoor, dat vind ik niet goed. Ik vind homoseksualiteit eigenlijk een beetje in strijd met het woord van God. Hè. Dan kan je hem allemaal in woede ontsteken en zeggen dat die mensen helemaal verkeerde opvattingen hebben over homoseksualiteit. Maar ik vind je moet ook in een samenleving vergaand tolerant zijn ten opzichte van opvattingen van anderen. Ja. Hè, dat wil dus zeggen, je moet gedogen dat mensen andere opvattingen hebben over de zin van het leven en over man-vrouw verhoudingen dan jezelf hebt. Ja. Dus je moet die grenzen dus voor de vrijheid van meningsuiting moet je zo breed mogelijk maken. Maar is daar niet
toch ook wel ergens een grens aan. Ja. Wat nou als mensen zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk zo tegen godslastering, dat als de Nederlandse staat die godslastering niet bestraft, nou, dan vind ik dat ik het zelf moet doen. Dan ben ik als, dan moet ik zelf het mes pakken en gaan insteken op mensen, hè, zoals Jawed S. heeft gedaan vorig jaar op het Centraal Station in Amsterdam. Of dan moet ik zelf iemand gaan onthoofden. Als, weet je wel. Dat kan niet. Ja. Dus daarvan kan je niet zeggen, ja, dat is ook een opvatting. Nee. Dat valt niet te gedogen. Maar nou is het moeilijke punt, en daarom haal ik dit boekje even aan, wat te doen met antidemocratische partijen. Wat nou als er nou een partij is of een groep van mensen is die zegt, ja, wij gaan een politieke beweging gaan wij beginnen om de democratie af te schaffen. Want de democratie is ten diepste verkeerd. Want de democratie, dat is een heerschappij van het volk, wat zelf zijn wetten maakt. En het volk kan helemaal zelf zijn wetten niet maken, want die wetten komen van God, van de theos. We moeten niet een democratie hebben, maar we moeten een theocratie hebben. Ja, maar op dit moment hebben we niet zulke partijen, maar we hebben bijvoorbeeld wel P van de Partij van de Eenheid met Arnoud van Doorn aan de top. Ja. En we hebben Islamdemocraten en NIDA en DENK. Ja. Dat zijn wel, ja, die die gaan daar naartoe, die tenderen een beetje die kant. Nou ja, niet misschien officieel, maar ze hebben natuurlijk wel die ideeën. En ik vind wel, politiek is zo erg verweven met morele opvattingen, dat het een gevaarlijk gebied kan worden, zeg maar. Want politiek gaat natuurlijk om de vraag naar het goede. En bijvoorbeeld christelijke partijen die abortus willen verbieden, laten zich inspireren door het woord van God, et cetera. Dus ja, ik denk wel dat als je moslimpartijen krijgt, dat het wel die kant op kan gaan. Maar moeten we dan niet uit voorzorg alvast... Ja, ze zeggen dat natuurlijk niet officieel, dat ze antidemocratisch zijn, maar wel islamitisch geïnspireerd. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel complex. Ja, dat is dus de hele complexiteit wat je daar schetst van het leerstuk van de weerbare democratie. De weerbare democratie, dat is de democratie die zich bezint op de vraag, hoe kan ik mijzelf beschermen tegen krachten die uiteindelijk die democratie zullen gaan afschaffen. Mm-hmm. En dat had je dus in de jaren 30 had je dat met de nazi's. Er is een bekende citaat van Jozef Goebbels die de Reichstag, het Duitse parlement, binnenkomt en die zegt, ja, we komen hier eigenlijk om de democratie af te schaffen. Ja. Dus die gebruikt de democratische middelen en het verwerven van een meerderheid eigenlijk om op een gegeven moment die democratie af te schaffen. Hoe moet je daar tegen wapenen? En moeten we dan die religieus geïnspireerde partijen verbieden? Of kijk, ze mogen dus wel religieus geïnspireerd zijn, maar als die religieuze inspiratie met zich meebrengt dat men als het einddoel heeft om de democratie af te schaffen, dan zou je die partijen, die zou je ook, denk ik, wel mogen verbieden. Wat men dan, dat is dus nu ook in de hoorzitting in de Tweede Kamer aan de orde, bijvoorbeeld de moslimbroederschap. Er wordt altijd gezegd, de moslimbroeders, kijk, die zullen niet helemaal meteen duidelijk maken dat hun einddoel is een sharia-staat of een theocratie. Maar niettemin is dat wel hun streven. En dat betekent dus dat je als daar moet je op bedacht zijn hoe je wilt gaan verhouden ten opzichte Kunnen van dat soort... Kunnen we niet een soort document laten tekenen door die partijen? Dat we een soort seculier document opstellen? Ja. Dat alle partijen dat moeten tekenen en op het moment dat ze, zeg maar, dat verlaten, dat we ze mogen afschaffen of zo? Vooral in islamitische landen lijkt me dat heel handig. In landen als Turkije of waar het secularisme heel erg in gevaar komt natuurlijk telkens. Ja, dat, zeker. Nou, in Turkije is natuurlijk het secularisme enorm in gevaar. Het Kemalisme staat natuurlijk zwaar onder druk in Turkije. En je kunt ook, en Iran is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. In 1979 heb je een revolutie gehad in Iran. En toen is dus Ayatollah Khomeini is aan de macht gekomen. En die heeft daar in feite een Sjiïtische theocratie. Ja. Heeft hij gevestigd. Hè? Dus dan heb je in Saoedi-Arabië heb je een koninklijke familie die daar in feite een Sunni-theocratie heeft. En dan heb je nog een Sjiïtische theocratie heb je in Iran. En daar moet Europa ook op bedacht zijn. Ja. Want die mensen die, um,
de echtgenoot van, of de vriend van Jeannette Bougrat hebben geliquideerd, die zijn niet alleen maar tegen die godslastering van die cartoonisten, ze hebben een heel ander wereldbeeld. Ja. En dat wereldbeeld, dat moeten wij leren begrijpen. Onze terrorisme-deskundigen die moeten dat bestuderen. Onze overheid moet ook weten waar men mee te maken heeft. Hè. Dus je moet je vijand, die moet je ook echt kennen. En ja, daar moet je er dus over gaan nadenken hoe je te weer gaat stellen tegenover die ideologie. Ja, daar had u het ook over in uw essay. Er stond, ligt het niet veel meer voor de hand dat een democratie die echt werk wil maken van beleid om democratie te ondersteunen en de mensenrechten serieus te nemen, dictaturen en democratieën niet gelijk behandelt. Dat wil zeggen dat men Erdogan en Afewerki niet dezelfde behandeling geeft als Angela Merkel of Theresa May. Waarom? Om de eenvoudige reden dat het in het eerste geval gaat om dictaturen of staten die hard op weg zijn in autocratieën te veranderen, ofwel bestuursvormen die men in een democratie afwijst, en in het tweede geval om democratieën waarvan men juist het bestaan wil bevorderen. Men kan zelfs zeggen dat een democratie die haar eigen idealen serieus neemt, dat zou moeten doen. Ja, ik vind dat natuurlijk prachtig verwoord, maar hoe bedoelt u dat ongelijk behandelen? Hoe moet ik dat voor me zien? De wereld bestaat uit ongeveer 200 natiestaten. Ja. Zo is de wereld ingericht. Grofweg sinds 1648, met de Westfaalse vrede, is er een heel nieuw systeem gekomen. Dan zijn de keizerrijken zijn ten einde, maar dan krijgen we dus 200 ongeveer krijgen we natiestaten met koningen, toen koningen aan het hoofd. Tegenwoordig zijn veel van die landen zijn republieken, maar 200 natiestaten. En in dat hele systeem onderhouden die staten, die onderhouden allemaal contacten met elkaar. Wij hebben ambassadeurs in al die 200 landen. Gaan we naartoe af en toe. Hè? Onze politici gaan er naartoe. Ja. Wat ik hier nou in feite zeg, dat is van ja, maar je moet wel heel goed weten met wat voor landen je contacten onderhoudt. En sommige van die landen, die zijn geen democratieën. Ja. We hadden het nou net over Pakistan. Nou, Pakistan is naar mijn smaak een enorm groot probleem. Want in Pakistan heb je hele radicale geestelijke, die spreken een doodsvonnis uit over Geert Wilders. Net zoals dat ook het geval was met Ayatollah Khomeini over Salman Rushdie. Je hebt daar een ex-cricketspeler, die zet zelfs een prijs op het hoofd van Geert Wilders. €30.000 kan je van deze man krijgen als je Geert Wilders vermoordt. Vervolgens gaat die UNITE, die gaat op pad om te proberen Geert Wilders te vermoorden. En wat zie je dan even daarna? Dan zie je onze koningin, Maxima, die zie je dan in het journaal in Pakistan rondlopen. Waar is ze dan mee bezig? Ja, met het geven van kredieten voor. Want en denken, ja, dat is toch wel een hele merkwaardige benadering. Die onze koningin, was ze daar in het kader van de Verenigde Naties, niet in het kader van de vertegenwoordiging van Nederland, maar dat doet er even niet toe. Daar loopt een koningin van ons rond, die loopt daar mensen te paaien met geld. Terwijl de moordenaars vanuit dat land naar Nederland komen. Dat is niet goed. Je moet dus ook wel weten welk land je vijandig gezind is en welke landen je tot je vrienden moet rekenen. Je moet niet denken dat de hele wereld is mijn vriend. En als ik maar vriendelijk ben tegen de wereld, dan is de wereld ook wel vriendelijk tegenover mij. Dat is heel erg naïef en uiteindelijk ook sterk ondermijnend voor je nationale systeem. Maar wat als bijvoorbeeld iemand als Erdogan een troef in handen heeft, waardoor je afhankelijk bent om je interne waarden juist te beschermen. Bijvoorbeeld met die vluchtelingen. Ja, er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen dat je dat bij de buitengrenzen al stopt. In plaats van dat ze hier naartoe komen. Ja, dus, daar ben ik ook voor, ja. Kijk, sommige, die migratiestroom, die moeten we indammen. En we moeten zelfs weer de controle krijgen over de grenzen van het eigen land. Elke natiestaat moet de controle hebben over zijn eigen grenzen. Zodat je niet meer afhankelijk bent van Erdogan. Ja. Maar dan staan ze wel hier aan de grens. Dat is natuurlijk met veel meer risico's gaat dat gepaard. Nou, dat weet ik niet. Beter gestopt voor de grens dan in het land. Het kost en ook, denk ik, meer geld. Of, ja. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval moet je wel je grenzen bewaken. En ja. Jij hoeft niet iedereen in jouw huis te dulden. Zoals je dus ook zelf mag bepalen
wie in jouw huis blijft slapen en wie je wilt uitnodigen voor je feestje, moet je ook de mogelijkheid hebben om in een land collectief te beslissen wie je toe wilt laten. En als je dat uit handen geeft, ja, dan krijg je een hele situatie, dan krijg je eigenlijk een hele gekke situatie. Maar als je die antidemocratische regimes nou bij voorbaat afwijst of gaat boycotten zelfs, ja, dan kom je toch ook met de onderhandelingen niet ver als je wil dat die staten ook richting progressieve, richting zeg maar onze, ja, waarden gaan. Nou, dus dat is waar. En daar, ja, wil ik ook, ik zal ook niet zeggen dat je helemaal niet meer op bezoek moet gaan in Rusland of in Afghanistan of in Pakistan. Natuurlijk moet je dat wel doen, maar je moet dat altijd wel doen in het volle besef dat jij daar bent om een democratie te vertegenwoordigen en dat zij geen democratieën zijn. En dat moet je ook tot uitdrukking brengen dat zo is. Dus als minister Kaag met een enorme hoofddoek daar eigenlijk staat te knipmessen voor de leider van Iran, dan denk ik, oh lieve hemel, dat vind ik heel erg. Als je dus, ja, weet dat er in Iran dus de mensen veroordeeld worden tot 15 tot 20 jaar gevangenisstraf. Ja. En dan heb ik dit dus besproken met de ambassadeur van Nederland in Iran. Ze zegt, ja, maar anders krijg je niks gedaan, ja, in Iran. Dus je moet je aanpassen aan hun zeden en gewoonten. Want anders valt er diplomatiek niet met ze te werken. Maar in feite is dat toch een beetje een enorm verraad ten opzichte van die vrouwen die daar in de gevangenis zitten. Je moet ook dus weten wat je eigen waarden zijn en welke waarden je wilt beschermen. En daarom ben ik tegen ministers die gehoofddoekt naar landen als Saoedi-Arabië, Afghanistan. Maar ik geloof dat ook niet hoor. Dat als je zeg maar zonder hoofddoek zou gaan en de handelsbelangen bijvoorbeeld komen dan in gevaar, ja, dan leidt dat land toch ook net zo goed. Dus ik geloof niet dat je per se die hoofddoek om moet doen. Nee, dat noemen ze in het Duits, ik vind dat een hele mooie observatie van je, ik ben het ook met je eens, dat noemen ze in het Duits Vorauseilende Unterwerfung. Dat wil dus zeggen dat je al zo bang bent voor de dictator dat je eigenlijk al helemaal op je knieën gaat, terwijl die dictator dat misschien nog helemaal niet vraagt. Ja. Je anticipeert al op hè? Je hangt de witte vlag al uit, ja, voordat er een schot gelost is. Ja. En dat moet je dus niet doen. Ik vind dat democratieën, die moeten zich veel zelfbewuster opstellen. En die moeten hun eigen waarden ook echt in de etalage leggen. Want ja, als je de democratie niet verdedigt, dan ben je ertoe voorbeschikt dat je hem eens zal kwijtraken. Ja. Volgens onderzoek van Maurice de Hond vindt 60% van de Nederlanders al het religieuze onderwijs passé en 70% is tegen specifiek islamitische scholen. Wat ik zie is dat veel politieke partijen geen afschaffing van bijzonder onderwijs willen, omdat de christelijke scholen er dan ook aangaan. Dat gaf Floris van den Berg ook aan. Denkt u dat het ooit nog zover komt dat er eindelijk een politieke partij die 70% van de Nederlanders wel gaat vertegenwoordigen op dit standpunt? Wat zei je, 70%? Ja, 70, ja. Of is dat echt mission impossible om nog die bijzonder confessionele scholen af te schaffen? Ja, het belangrijkste is, die confessionele scholen mogen misschien wel blijven bestaan. Oh, okay. Zij het dan alleen, ja, maar je moet dat je voldoende aandacht moet in vragen voor die kernwaarden van het secularisme, vind ik. Hè? En dan zou het best. Maar het zou ook wel kunnen dat er op een gegeven moment een moment komt waarop dat hele religieuze onderwijs, en ik weet niet wanneer dat zal komen, maar dat hele religieuze onderwijs zo contraproductief is dat ook men, nou ja, dat ook de confessionelen wel zullen zeggen, ja, we kunnen er beter van afstappen. Dat zou kunnen. Ja. Maar voor op dit moment zou ik zeggen, probeer zoveel mogelijk radicalisering te bestrijden. Maak die onderwijsinspectie veel straffer. En zorg ook dat ook op die bijzondere scholen men gedwongen wordt om die Nederlandse kernwaarden, om die ook over te brengen op de leerlingen. Ja. Verleden week is er een artikel in de Trouw verschenen waarin cartoonist Ruben Oppenheimer meldt dat hij al lange tijd bedreigd wordt om zijn cartoons over Erdogan. Maar terwijl ik dacht dat hij als een soort held gezien zou worden, kreeg hij heel veel kritiek over zich heen van collega's.
En ik vraag me af hoe u denkt dat dat komt. Wat is dat onderliggende daaraan? Hoe komt het dat politieke tekenaars zeggen, ja, dat ze niet zeggen, ja, wij staan echt 10.000% achter die man. Wij durven het niet, maar hij durft het wel. En alleen maar respect voor die man. Hoezo zeggen zij dat, ja, dat het een kwestie van omgangsmanieren en fatsoen is dat je jezelf censuur, dat je jezelf zelfcensuur oplegt? Ik kom daar met, ja, ik begrijp dat niet. En ik dacht, misschien begrijpt u dat wel. Nou, ik moet je zeggen, het is heel moeilijk te begrijpen. Een kort antwoord zou zijn, nou ja, omdat de meeste van die collega's van Oppenheimer laffe huichelaars zijn. Ja. En angsthazen. En ze eigenlijk een gedrag wat niet te rechtvaardigen valt, toch proberen te rechtvaardigen. Maar als ik het nou ietsje zelf kritischer zou formuleren, zou ik misschien het volgende zeggen. Kijk, heel lang geleden, ik ben nu 64, maar heel lang geleden had ik een vriend en die werd eigenlijk een beetje, geterroriseerd. Ik was een jaar of 12, denk ik, of zo. En die vriend van mij die werd een beetje geterroriseerd door een andere jongen. En ik had natuurlijk voor mijn eigen vriend misschien moeten opstaan en moeten verdedigen. Maar ik wist dat die andere jongen veel sterker was. En toen zei ik, en ik merkte ook wel dat ik ook een beetje een hekel begon te krijgen aan mijn eigen vriend. Omdat hij geterroriseerd werd en ik niet voor hem in de bres durfde te springen. Mm-hmm. En eigenlijk dus niet die bully was mijn probleem, maar mijn eigen vriend. Ja. Ja? Snap je? Dat is een heel pervers mechanisme. Dus je krijgt eigenlijk een dus de maffiabaas. Je krijgt niet een hekel aan de maffiabaas, maar aan de mensen op wie de maffiabaas het voorzien heeft. En jij durft niet te kiezen voor het slachtoffer. Ja. En wat je ziet, dus met die collega's van Oppenheimer, dan zie je volgens mij dit proces. En dat was ook al in de tijd dus met. Ja, dit is een beetje begonnen ten aanzien van het jihadisme. Is dat begonnen in 2002, 2003. Toen kwamen er dus mensen die kwamen in de problemen. Omdat radicale islamisten hen wilden bedreigen. Hè? Dus we hadden wat toen in de tijd hadden we in Nederland, hadden we Ayaan Hirsi Ali. Dus dat was iemand met radicaal feministische opvattingen, had zich bevrijd van haar geloof. Ze kwam daarmee naar buiten, werd bedreigd. En dan zou je zeggen, nou, de hele Nederlandse samenleving die springt in het om haar heen om haar te beschermen. Integendeel, je had columnisten, met name NRC Handelsblad, die gingen allemaal, die Ayaan Hirsi Ali gingen ze aanvallen. Hè? En dus gebeurde daarna met Theo van Gogh ook. Dus de toon van Theo van Gogh was niet goed. En toen hij vermoord was, zeiden sommigen, ja, hij heeft het wel over zichzelf afgeroepen. Ja. Ja, dat zie je dus hier ook. Dus we zijn in die 20 jaar helaas nog niet veel. Maar in dat voorbeeld met uw vriend, daar loopt u zelf natuurlijk ook gevaar. Maar als je zelf die cartoons niet maakt, loop je in principe geen gevaar. Is het eigenlijk veel makkelijker om gewoon iemand steun te betuigen? En toch doen ze het niet. Ja. Maar dan is de volgende stap. Waarom maak je dan zelf geen cartoons? Die cartoonisten zitten met het volgende probleem. Er zijn een paar mensen die hebben het gedurfd om Mahmoud cartoons te maken. Ja. Hè? Dat zijn dus, wat is ze? Jeannette Bougrab. Dus haar, ik maak er een beetje dus ook een testament voor Sharp maken ervan. Dus die Charlie Hebdo die maakte die cartoons over de profeet Mohammed. Mm-hmm. Niet omdat zij dat nou zoiets hadden met die profeet. Nee, ja. Juist omdat dat niet mocht en om de vrijheid te verdedigen, vonden ze dat je die cartoons moest maken. Ja. Dan zijn er ook cartoonisten die zeggen, ja, dat heb ik er niet voor over. Of dat durf ik niet. Of dat vind ik toch eng. Of ik heb, maar die voelen zich er ook ongemakkelijk mee. En dan krijg je dus een rechtvaardigende houding. Krijg je dan zeggen van, ja, ga jij nou ook die cartoons maar niet maken? Want dan hebben we daar helemaal geen probleem mee. Ja. Ik geloof dat het zo werkt. Maar ik vind dat ook eigenlijk heel vaag. Want wanneer moet je dan wel zelfcensuur opleggen, jezelf zelfcensuur opleggen omwille van fatsoen en wanneer niet? Kun je dan ook zeggen dat journalisten die harde kritiek leveren op Erdogan en daarom de bak ingaan, moeten die dan ook uit fatsoen wat minder harde kritiek? Of geldt alleen voor cartoons? Dat is toch zoiets vaags? Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat is dat je een onderscheid maakt tussen de overheid en
private personen. Mm-hmm. Kijk, wanneer private personen zichzelf zelfbeperkingen opleggen, of wanneer ze gewoon eerlijk zeggen, ja, dit is het me niet waard, of ik durf het niet, of... Maar misschien ook het beste. Het is het mij niet waard om zoveel bedreigingen te krijgen. Dan vind ik dat je daar begrip voor moet hebben. Maar op het moment dat de overheid, de staat, de vrouwenjustitie met het zwaard in de hand, de politie, het leger en de regering, op het moment dat die zich over gaan geven, dan gebeurt er iets wat heel ernstig is. Ja. Dus ik maak er altijd de vergelijking als mijn dochter door het park fietst en iemand zegt, nu moet je je portemonnee afgeven, en die heeft een mes of een pistool, nu moet je je portemonnee afgeven, dan zou ik tegen mijn dochter, geef je portemonnee maar af. Maar als de burgemeester, of als de politiechef zegt, nou ja, geef je iedereen moet maar meteen zijn portemonnee afgeven, dan wordt het wat anders. Dus ik vind dat de staat ook sterk moet zijn. Ja. En het feit dus dat dit soort intimidaties van de collega's van Oppenheimer voorkomen. Dat geeft aan dat Nederland een zwakke staat is. Dat dus Geert Wilders met 8 beveiligers over straat moet. Ja. En dat hij niet op de fiets naar zijn werk kan. Maar Mark Rutte wel. Dat zou Rutte te denken moeten geven. Dan is hij eigenlijk een premier in een hele zwakke staat. Ja, maar dat al die mensen de vrijheid van expressie zo makkelijk inleveren, baart mij echt zorgen. Want dan denk ik echt van, ja, wat is het, als je voor zoiets capituleert, wat is dan de volgende capitulatie? Ga je dan ook de vrijheid van klederdracht inleveren? Omdat je nu, in Amsterdam heb je volgens mij dat 90% van de vrouwen lastiggevallen wordt. En ja. Ervan uitgaan dat ook voor een deel moslims zijn, ga je dan ook de vrijheid van klederdracht inleveren? Van ja, omdat ze niet beledigd moeten raken of zo. Ja, ik vind dat gewoon... Ja. Hoe kan je dat zo makkelijk weggeven? Dus ja, die collega's, verbaas me erover. Nou ja, waarom geven mensen toe aan dictatuur? Hoe kan het zijn dat de nazi-partij op een gegeven moment zo machtig wordt? Ja, dat is voor een heel groot gedeelte ook te danken aan straatterreur. En dat noemde de nazi's noemden dat zaalschlacht. Dus je ging mensen gewoon intimideren. Dus als de communisten ergens een bijeenkomst hadden, dan gingen die nazi's daar naartoe. En dan gingen ze met knuppels en dan gingen ze gewoon vechten. En mensen intimideren. En dat werkt wel. Ja. En zo krijgt de maffia krijgt dingen gedaan. De nazi's krijgen zo dingen gedaan. En de grote fatsoenlijke massa die zegt, ja, toch maar beter toegeven. Ja, als je dat doet, ja, dan ben je op een gegeven moment je staat kwijt. Ja, precies. Ja, bij een van uw gesprekken was ik nogal geschrokken. Want u had een gesprek met auteur Kees Vreeken. En hij zegt op een gegeven moment dat Frans Timmermans zei dat we de sharia in Europa moeten brengen. En dat er een resolutie van de EU, dat er in een resolutie staat dat we zo snel mogelijk de islamisering van Europa moeten hebben. Ik heb er nog naar gezocht, maar ik heb niks gevonden wat dat bevestigde. Ik weet niet of u daar meer van weet. Ik heb gezien dat Timmermans zei dat moslims zowel een deel uitmaken van het verleden, het heden en de toekomst van Europa, maar niks over dat hij de sharia wilde invoeren. Ik heb ook die resolutie opgezocht, maar daarin staat ook niet dat islamisering het doel is. Dus ik vroeg mij af of u dat... hoe Kees Vreeken aan deze informatie komt. Nou, dat moeten we aan Kees Vreeken vragen. Dat weet ik eerlijk gezegd zelf ook niet. Maar dat er een enorme discussie is over die sharia is duidelijk. En er zijn eigenlijk... Er zijn verschillende standpunten. Er zijn mensen die zeggen, ach, die sharia, die kun je wel... Dus dat islamitisch recht, dat levert eigenlijk zoveel mogelijkheden om tot interpretatie, dat je hoeft niet helemaal tegen die sharia te zijn. Het gaat erom dat je die sharia op een wat humane manier interpreteert. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het idee. En dat is dezelfde discussie die je ook hebt ten aanzien van de heilige schrift. Dus als er een passage staat in de heilige schrift dat de hand moet worden afgehakt bij diefstal, dan moet je dat op een zodanige manier gaan interpreteren dat die hand er niet echt af hoeft. Maar dat bijvoorbeeld een taakstraf of zo gegeven kan worden. Dus dat moet je allemaal aan de interpreterende instanties moet je dat overlaten. Dat is het standpunt van die mensen. Ja. Ik
denk zelf dat dat niet erg realistisch is. Ik denk dat je beter kunt zeggen dat we gewoon geen religieus recht moeten hebben. Het recht, dat is iets dat... Dat heb je wel al in Engeland. Sharia-recht, ja. Maar ook wel in Nederland in een wat softere en een wat vagere vorm. Maar er zijn dus en er zijn mensen die vinden dat je daar ruimte voor moet bieden. Dat is tenslotte een recht wat minderheden zelf voor kunnen kiezen. Maar ik vind dat niet. Ik denk dat het beste is om hier een strakke houding in te nemen. Dus zoals je ook dus de vrijheid van expressie niet moet opgeven om die mensen die cartoonisten intimideren tevreden te stellen, moet je ook, dus die sharia moet je helemaal niet hebben. Dus je moet weg van die sharia rechtbanken en ook eigenlijk weg van het hele idee van de sharia. Het moet religieus neutraal recht moet je hebben wat door de democratische wetgever wordt gemaakt. Dat moet het uitgangspunt zijn. Oké. Ja, wij moeten afronden. Ik heb al een seintje gekregen. Dank u wel voor dit gesprek. Heel gezellig. Het was me genoegen. Ja, dank voor het gesprek. U dank u wel. Ja. En fijne avond en tot de volgende keer.